Hi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik wil het met je hebben over dat jouw gedachten jouw realiteit creëren. Iedereen die bekend is met de wet van aantrekkingskracht, of degene die The Secret wel eens gekeken heeft, die zal het met me eens zijn dat jouw gedachten een grote invloed hebben op de realiteit die jij creëert. Ze staan aan de basis van hoe je je voelt, maar gedachten staan ook aan de basis van acties die jij onderneemt. Stel je maar eens voor dat jij een nieuwe auto wil hebben. Stel je wil een Toyota Yaris hebben, een mooie degelijke auto. En normaal gesproken zie je ze niet rijden, maar je hebt nu echt goed onderzoek gedaan en je weet gewoon dat je die auto graag wilt hebben. En opeens zien ze overal, rijdt de Toyota Yaris. Daarvoor zag je ze niet, maar nu wel. En doordat jij je zinnen hebt gezet op die auto, zul jij ook veel eerder opmerken dat die auto overal rijdt. En zo werkt het ook met andere dingen die jij wilt bereiken. De wens en de drijf die we hebben om dingen te bereiken of dingen te behalen, die vertaalt zich door in jouw onderbewuste. De keuzes die je onbewust maakt, of in jouw onderbewuste hebt gemaakt, die zullen zich vertalen naar dingen in jouw realiteit. Zoals bijvoorbeeld de auto die je graag wil, die je daarvoor nooit zag, maar die je nu constant ziet rijden. De gedachten die je hebt, dat zijn er niet zomaar maar een paar. Dat zijn er 30 tot 40.000 per dag. En ik bedoel echt, 30 tot 40.000 per dag. Dus dat zijn er echt superveel. En per minuut zijn dat ongeveer 30 of 40 gedachten die je hebt. Dus dat is bijna elke 2 seconden een gedachte. Dus je kunt je voorstellen dat de gedachten die je hebt elkaar constant overspoelen. En dat het de een op de ander is die elkaar opvolgt. En dat het eigenlijk nooit echt rustig is in je hoofd. Uit onderzoek van de National Science Foundation uit 2005 is ook gebleken dat ongeveer 80% van de gedachten die je hebt negatief is. En 95% van de gedachten die komt elke dag terug. Ik vond het best schokkend. 80% negatief en je hebt al 30 tot 40.000 gedachten per dag. Hoe erg voed je jezelf dan wel niet met negatieve energie? Vanuit iets wat je vast in jouw patroon hebt ingesleten. Wat niet eens bewust gaat. Wat gewoon echt heel erg onbewust gaat. Maar vanuit die energie die je hebt, vanuit die negatieve gedachten die je onbewust de hele dag door denkt, creëer je jouw leven. Creëer je hoe het gaat met jou. Of het goed gaat, of het niet goed gaat. Welke dingen er op het pad komen. Hoe jij je voelt. Hoe andere mensen zich naar je opstellen. Hoe het gaat op je werk. Hoe je kinderen zich gedragen in reactie op hoe jij je opstelt. Zulke soort dingen komen allemaal voort uit de gedachten die je hebt. En hoe je met je gedachten omgaat. Dus ik vond het best wel schokkend om te lezen dat zoveel procent van onze gedachten negatief is. En je gedachten, of jouw innerlijk, die pikt de gedachten uit die aansluiten bij hetgeen wat jij wilt bereiken. Dus stel jij wilt miljonair worden, dan zul je uit die hele brei van gedachten ook de gedachten pikken die aansluiten bij ik wil miljonair worden. En dat zal naar de voorgrond treden. Net als dat je denkt, ik wil een nieuwe Yaris hebben en je ziet opeens die auto overal rijden. Jouw hersenen zijn daar redelijk selectief in, dat zij de dingen die goed voor jou zijn en die aansluiten bij wat je wil bereiken, dat ook naar voren komt. Dus dat is in principe super positief. Maar als je niet goed duidelijk hebt wat je wilt bereiken, dan zal elke negatieve gevoelens bijvoorbeeld bevestigd worden. Want jouw onbewuste brein wil constant bevestigd worden. En het zal verbindingen leggen tussen dingen die je wilt bereiken, tussen herinneringen die je hebt opgeslagen liggen in jouw hersenen. Want dat is veilig en dat houdt je in je comfortzone. Dat is ook precies hoe jij vroeger geleerd hebt dat het pijn doet om jouw hand in het vuur te steken. Er is een verbinding gelegd tussen vuur en je hand en bij elkaar is dat pijnlijk, waardoor je in de toekomst dat niet nog een keer doet. Dus dat is heel fijn dat die verbinding gelegd is, want dat helpt je verder. Want je zult nu niet zomaar roekeloos je hand in het vuur gaan steken. En
het is ook zo dat wanneer je een iets minder positief gedachte hebt, dat jouw brein daar onbewust in bevestigd wil worden. Dan stel dat je denkt, ik kan dit nooit bereiken, of het zal me niet lukken, of ik ben er niet goed genoeg voor. Dan zul jij ook veel situaties aantrekken die juist die gedachten die je hebt bevestigen. Dus dat jij inderdaad niet goed genoeg bent. En dat je je droom niet zal kunnen realiseren. Want je zult gedachten aantrekken die deze situaties ondersteunen. Want stel, jij denkt bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg om zelfverzekerd over te komen. Dan zul je daarin dus constant bevestiging vinden. Je partner die zal bijvoorbeeld aangeven dat hij het avondeten niet lekker vond. Of jouw collega die zal aangeven dat ze jouw laatste mail helemaal niet prettig vond. En dat er heel veel fouten in zaten. Of iemand anders zal je wijzen op je bandenspanning die niet goed genoeg is. Weet je, breng het op peil, zal diegene zeggen. Maar dat is telkens weer een bevestiging dat jij niet goed genoeg bent om zelfverzekerd over te komen. En wanneer jij denkt, ik ben goed en ik weet precies hoe het moet, dan zul je ook die situaties aantrekken. Dus dan zal jouw partner zeggen dat het avondeten super lekker was. En jouw collega zal zeggen hoe mooi jij die mail verwoord hebt die je geschreven hebt. En niemand zal beginnen over de bandenspanning van je auto, maar die zal juist een compliment maken over wat voor mooie auto jij inrijdt. Je ziet het een beetje als de frequentie van een radio. Want als jij Q-music wil ontvangen, dan stem je af op een bepaalde frequentie om Q-music te ontvangen. En dan zul je dus nooit ook 538 ontvangen op dezelfde frequentie. Want dat gaat niet lukken. Het werkt hetzelfde met jouw gedachten en aantrekken van de realiteit die jij wilt creëren. Waar je op afstemt, daar zul je meer van krijgen in je leven. Dus afstem je af op het positieve, dan zul je ook meer van het positieve ontvangen in jouw leven. En als je gedachten hebt waaruit iets blijkt wat niet positief is, probeer die gedachten dan voor jezelf om te buigen naar iets wat wel positief is. Dus als je een beperkende overtuiging hebt als ik ben niet goed genoeg, probeer dat dan om te buigen voor jezelf naar iets als ik weet zeker dat ik het kan. Weet je, het gaat van negatief naar positief. Want dan trek je ook situaties aan waaruit blijkt dat jij het kan. En op die manier kun je echt alles creëren wat je zelf wil. Je kunt alles aantrekken wat je wil en waar je voor staat. En als je meer overvloed wil hebben, is dit echt één van de factoren waar je op mag focussen. En waar je meer energie in mag steken, totdat het echt een tweede natuur wordt. En je zult zien dat het vanzelf veel soepeler verloopt en dat het ook makkelijker gaat. Weet je, omdat jouw hersenen graag verbindingen leggen tussen de situatie en de gedachten die jij hebt of wat je aantrekt, zul je zien dat die nieuwe verbindingen die gelegd worden met elkaar ook steeds meer in overeenstemming met elkaar zijn. En als jij denkt, ik ben goed genoeg hiervoor, dan zul je uiteindelijk 10 verbindingen hebben die laten zien dat jij goed genoeg bent. En dan zul je in jezelf gaan geloven en dan zul je jezelf vertrouwen dat je inderdaad goed genoeg bent. Maar je zult in eerste instantie heel bewust bezig moeten zijn met het ik ben niet goed genoeg, ombuigen naar ik ben wel goed genoeg. En daar situaties bij, ja, ik wil zeggen bedenken, maar dat is natuurlijk niet zo, aantrekken, waaruit blijkt dat je inderdaad goed genoeg bent. En die oude, ja, zie het maar als een harde schijf die overschreven moet worden omdat er een virus op zit. En die oude harde schijf moet gewoon overgeschreven worden met nieuwe situaties. Zodat jij dat als jouw waarheid aanneemt. En dat als in jouw onderbewuste ook gewoon doet en ziet. En het heel normaal vindt om daarna te handelen. Ik weet dat het super lastig kan zijn om die positieve verbindingen te leggen in jouw hersenen. En om daar op die manier mee om te gaan. En mocht er hulp nodig zijn in het ombuigen van je patronen en je gedachtes en het weghalen van blokkades die je hebt, dan wil ik je daar uiteraard bij helpen. Op mijn website lindabisschop.nl kun je een sessie inplannen met mij als intuïtief coach, waarbij ik jou ga helpen om die verbindingen te verbreken. En ik ga jou de waarheid in laten zien en ik zal jou er ook naar laten handelen, zodat alles wat je vanaf dat moment creëert gewoon veel soepeler en echt vanzelf gaat in jouw leven. Weet je, het mooie van deze transformatieve manier van coaching is dat je er zelf niet zo heel veel voor hoeft te doen. Je hoeft niet urenlang op een sofa te gaan liggen en oude pijnen op te rakelen.
ik help jou met het ombuigen van die situaties. En ik heb door mijn intuïtieve manier van werken echt wel een half woord al voldoende. Geef aan wat je wil veranderen en ik doe voor jou verder het werk. Op lindabisschop.nl kun je een afspraak inplannen, ook voor een kennismaking als je dat graag wil. Een kennismakingssessie is een eerste gratis sessie waarbij we samen gaan kijken van hey, kunnen we jouw probleem aanpakken? En ook zal ik je alvast een soort van voorproefje geven waaruit blijkt hoe simpel de manier van coaching is. Dus ik ga samen met jou een blokkade weghalen die je nu hebt, waardoor je niet verder kan groeien in je leven. Mocht je vragen hebben, stel ze hieronder. Stuur me een berichtje op Facebook. Dat is Linda Bisschop ook. En ik beantwoord hem binnen een dag. En dan gaan we samen kijken hoe we jouw leven het mooiste leven ooit kunnen maken.